De studenten onder ons die Frans op school krijgen en er goed in zijn, gaan we haten. Yo Roots, welkom terug bij deze nieuwe episode van Kona. We gaan gewoon verder met waar we Ja, jullie weten ook, we gaan gewoon verder. Oké, mijn intro was gefaald. Ik ga die nog een keer doen, oké. Hele gevende... Nee, welkom terug bij een nieuwe episode van Kona. Ik heb er weer zin in. Als jij ook zo hype bent als ik, laat het dan sowieso weten in de comments. We gaan door. De vorige keer hebben we dus gewoon even de basic survival shit gedaan. Uiteindelijk zijn we bij de General Store gekomen. Volgden we wat rare ijsmeteorietblokken. Ik weet niet echt of het meteorieten waren. En was er een verhaal over een wolfachtig wezen dat blijkbaar ook sneeuwstormen brengt. En een of andere big ass bevroren man heeft gemaakt. Veranderd. I don't even know. Of het was een topkek ijssculptuurtje. Maar ja, daar komen we snel genoeg achter natuurlijk. We gaan nu verder met de voetstappen volgen, wil ik zeggen. Maar ze gaan eigenlijk we volgen ze andersom. So let's go. Toen we de bevroren man zowat aanraakte, toen kwamen we in deze vreemde dimensie. Of hij ziet opeens rare dingen. Wow. Hallo? Wat zit hierin? Een portemonnee van Gillies. Oké. Wow, nou ben ik wel opeens. Oké, deze zat dus bevroren. The General Store's manager himself. De eigenaar van de General Store, van de supermercado. Oké, heb ik hier een foto van nodig? Denk het niet, anders slaat hij het soms zelf op. It may be customary to park like that around these parts. Oh, maar hier zijn we langs gereden. Oké, heel erg vreemd. Maar het mystery dingetje is nu wel ontrafeld. Ja, niet ontrafeld, maar het is naar voren gekomen. Oh, dat is best... Kijk, daarom was de stroom nog niet in de vorige episode. Een eenhoorn door de wildernis. Ja, oké. Dat wordt dus nooit gerepareerd. Dat probeerde hij te zeggen. Dus we moeten zelf een manier vinden voor de stroom. Waarom is dat allemaal zo Frans? Jezus, er zit toch Canada. Hey, oh, je hebt de sleutel voor. Oh, is dat een flare gun of een revolver, boys? Is dat een moordwapen? Oh, en een briefje. Hey, als je mijn moordwapen hebt gevonden, stuur hem dan terug naar dit adres. Sleutel. In het doosje dat we in de auto hebben gevonden. Hamilton's denunciation was interrupted, and he figured it would be best to lock everything up and send the key to his correspondent, who would receive the box later on. Okay. Dit is nu vrij vervelend dat je die auto tegelijkertijd hoort, zeg maar. Oké, maar we hebben het doosje kunnen openen omdat we in aflevering 1 in zijn auto hebben gevonden. Hij is blijkbaar van de auto van dat ongeluk teruggegaan naar dit. En hier is hij dan vermoord. Blijkbaar, denk ik, als ik zo de puntjes verbind. Citizen in the Free Economic Chambers of the World on his address. Ja, ik snap het al. Je hebt het koud, Jesus. We gaan wel eerst naar binnen voordat we het lezen. Oh, het is wel echt koud. Ga even dicht. Kan ik hier ergens vuur maken? Vast wel, toch? Kom, is er ergens een kacheltje? Bada. Ik wil een kacheltje, jongens. Gotta be fucking kidding me. Geen kachel hier? Geef maar een biertje, jongens. Oh, no thanks. I prefer more beer. Cool. Maar dit bier is koud. Het is hier niet bepaald warm. Kijk, ik zag er wel iets. Is dat iets? Het is een speaker of zo. Het is niet echt. First aid kit. Boeien! Rudy is zo'n slimme jongen. Maar ja, we gaan even warmte creëren. En meteen dus een safe spot. Oh, die kun je nog allemaal openen. Ja, ik ben zoveel afgeleid door al die ditjes en datjes, weet je wel. Oké, mijn gast heeft er nou echt wel... Die begint een beetje wazig te kijken. En sowieso moeten we de generator ook aanzetten. Dit staat op de generator, maar het doet echt... Oh, misschien moet ik dat hier nog fixen, by the way. Hier staat een uitleg. The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Oké, dus ze hebben ook nog een garage, dat is mooi. Hier is de propaantank. De generator is kapot, daar hebben we duct tape voor nodig en nog een goedje. Dus laten we nou maar de garage ingaan. Ik kan hier vuur maken, maar misschien is hier binnen ook wel een vuurstukje. Ik denk het wel hoor. Ah, daar hebben we de sleutel voor toch?
Niet! Shit! Ja, maar jezus. Kan dit dan open? Nee. Kan ik niet met de auto de deur inrammen? Dat zou best wel fijn zijn. Oké, ik begin het nu echt heel koud te krijgen. Ik begin hier mijn vuurtje gewoon. Dan safety tenminste. Laat ik mezelf even opwarmen. Volgens mij betekent dat hersensymbooltje dat je dan ook helderder gaat denken slash zien. Zodat het beeld niet zo kut wordt. En oké, ik ben warm. Ja, we gaan even dingen zoeken in de winkel om de stroom te fixen. Ik denk dat dat is wat we moeten doen. Hier, kijk, daar hebben we de duct tape al. Ik weet niet wat dat was. Matches, oké, lucifers. We hadden nog iets nodig, was een tangetje. Ik denk dat dit niet veel boeit. According to that log, it seemed like the whole village owed some money to the general store. Oh wow, skere mensen. Far more interested in the bunch of nearby addresses he had just. Hey, garagesleutel, lekker jongens. Lekker. Oh, wat is dit? Van Gillies. Carl knew that Gilles Lachance was in charge of the general store. Oh, Gilles Lachance. That made him one of Hamilton's employees. Okay. A very angry employee, as Carl could plainly see. Dit heeft zeker stroom nodig. Ja, het is weer zo'n ding. Weet je, ik ben hier echt veel te veel op mijn gemak bezig met zo'n lijk in de kamer. Just pointing it out, weet je wel. Gewoon even van, hey, Rudy, er ligt ook nog een lijk naast je. Carl was no electrician. We hebben alleen de tang nog nodig. Maar de gereedschap ligt natuurlijk in de schuur. En daar hebben we nou de sleutel voor, of in de garage. Let's open it up. Alright. Dan zoeken we een tangetje. Een tangetje, tangetje, tangetje. Dat zit sowieso in een van deze lades. Hardware. Tangetje, hey. We kunnen dus alleen of de winkel of de garage poweren met de generator. En de normale stroomweg sowieso niet, want dat ding is ontploft. The crowbar was stuck. Oké. Notwithstanding Carl's imposing stature, carlifting wasn't part of his skill set. Oh man, die verteller, die is zo bij de hand. Maar ja, ik weet wat we moeten doen. We hebben de lift nodig voor de crowbar. Oké, dit is nou gefixt. Dan zetten we hem aan. Dan runt dit volgens mij op de generator. Oh nee, wacht. Dat heeft geen zin. Zo, generator. Zet maar aan. Zet maar aan. Wat? Oké, dat is alleen die lamp. Oh, en de garage. Turn on. Oké, de garage staat aan. En de store staat... Wow, wacht. Ik snap het niet. Als die nou off gaat, dan... Maar... Wat? Oké, wacht. Wat staat er nu? Turn off. Oké, dan kan ik hem aanzetten. Oké, als het goed is, moet er nu dan wel stroom zijn in de fucking garage. Jesus. Dat is een beetje vreemd. Als ik hem daar uitzette voor de general store, ging er een lamp aan. Dat is nogal verwarrend. Kijk, dat is licht. Oké, nou, give me the koevoet. Kom op. Ga hem lekker omhoog. Oh, wacht, zit hier nog iets achterin? Nee. Maar ja, we hebben de koevoet. Nu dan lekker bezig. Kan ik nu slaan? Ja, dat geloof ik ook wel, jongens. Zit sowieso van pas komen. Oké, maar we hebben nu dus een, of een verdedigingswapen of een handig hulpmiddel. Ik ben bang dat het... Oh. Ik ben bang dat het een verdedigingsmiddel wordt. Nou, anyway, dat is nu geregeld. Nu kunnen we de garage uitzetten en de store aan. Ja. Kom maar, ga dicht. Het is veel te koud. Yo. En dan zit hier een light switch. Ik kan het wel, jongens. Oké, nou kunnen we dit eens bedienen. Die gasolina's. Staat nu aan en nou kan dat ding getankt worden. A broken clock. Oh, how cute. We hebben in ieder geval ook beter zicht. Oh, en de telefoon natuurlijk. Maar ja, laten we eerst maar even tanken, dan hebben we dat vast gedaan. Auto die maakt pokken veel lawaai. Echt, jezus, wat irritant. Oké. Vul hem, boy. Carl. Goed getankt, man. Ik kan even kijken op de map of er iets nuttigs staat. We hebben Lachance. Oh, hij woont daar, of niet? Hij heette Villa Chance, toch? Wow, dat klonk wel echt vet Frans, trouwens. Oké, hebben we nog meer mensen? Gilles Lachance. Oké, ik denk dat we naar zijn huis moeten voor verdere aanwijzingen. Ik was even het woord kwijt. Goed. Ik vind het wel tof dat we niet echt geholpen worden en dat we echt alle sporen zelf moeten zoeken. Dus ik denk nu dat ik naar het huis moet van Gilles Lachance. En die hoort hier links te zijn dadelijk, waar ik in het begin al was. Dan moet hier daar ergens een kleine afslag zijn.
Het geeft je zoveel vrijheid, zeg maar. Het is wel lastig, denk ik, maar... Wel tof, jongens. Wel tof. Oké, het is denk ik hier... Kan ik hier links? Nee, nog niet. Oké, hier dan. Alright, dan moeten we nu bij zijn... Oh, loading screen. Dan moeten we nu dus bij zijn huisje zijn. Oké, stap maar uit. Laten we hopen dat we hier iets meer... Oh, wat? Wat is dit? Een pijl? Een superhete... crossbow bolt stuck into the wooden stairs. Maar hij fikt. Reminded Carl of the arrow that was said to have hit Achilles' heel. But who was the intended Achilles this time? Maar waarom een... Waarom zo'n tering hete pijl? Ik snap het niet. Oké. Deze game is top. Even zonder grap, ik zit er echt helemaal in. Ik ben zelfs vergeten om Conan online te zetten om 6:30. Sorry, mensen in het verleden. Ik moet nog een thumbnail maken, maar dat doe ik na deze opname. Oké, maar we zijn bij zijn huis. Hallo, Gilly. Hey. Jezus, man. Jullie, zeg maar... De studenten onder ons die Frans op school krijgen en er goed in zijn, die gaan me haten. Wow. Maar Gilly was toch al dood? Of is dit zijn vrouw dan? Dit is zo creepy. The otherworldly ice had struck wow, mijn hartslag begint ook gewoon. The woman's hopes and dreams oh, dat is een vrouw. What the hell? Hallo? Ik zet mijn crossbow in. Mijn crossbow? Wat? Nee, mijn... Mijn... Fuck, mijn crowbar. Geef me mijn crowbar. Oké, ik heb geen crowbar. Ah, moving. What a pleasant activity. Of course, you'll find the record player only to find the records weeks later in some random box. The general store, along with several more infrastructures in the area, had been acquired by wealthy industrialist William J. Hamilton. Oké, William heeft alles opgekocht. Perhaps the village should be rechristened Hameltown. Er zijn denk ik veel inwoners niet blij mee, want ja, rijke mannen. Oh, wat? Oh! Holy shit, dat deed ik per ongeluk! Bertrand Lachance, 1948. Moet ik dat inspecteren? Misschien komt er nog verpaal. Radio, kom op. Ik vond het intro liedje vond ik tof, maar dit... Stop, dank je. Dit niet. Oké. Oh mijn god, ik vergeet de knoppen, jongen. Die knoppen zijn zo complex. What a mess. Woe, dit is... There was a major revamping work underway here. Een fucked up huis. Barely habitable. We got them cigarettes. Lekker paffen, jongens. Lekker paffen al. Zit hier iets in? Oh shit, lingerie. Jackpot. Hell to the yeah. Oh, je hebt echt ook maar beperkte foto's. Dat is wel grappig. Oké, we hebben extra foto dingen gekregen. Oké, dus deze woonde er nog niet zo lang. En daarom zijn ze het huis zo op aan het knappen. Maar er is nergens een geheime kluis of zo, wat ik dus eigenlijk vermoedde. En dit is één fucked up kamer. Je krijgt het ook mega koud, zeg maar, als je... Oh, ik open iets. Als je dicht bij haar staat. Wat... Oh, tuurlijk. Cool tingling sensation in his back. Is dit mijn detective shit? Another vision took over him. Oh shit, oké. We gaan hier naar binnen. We kunnen de hitte zien of zo. In plaats van de kou. Hey. Slim jongens, slim. Ah, dit is wel meteen fucked up. Maar wel echt detective-achtig. Hallo? Kan ik mijn flashlight gebruiken? Nee. Oké, maar we weten nu dus waar de kluis zit. Wat gebeurt hier? The man grabbed his rifle. Carl oh, daar lag zijn gun. Hij wil jagen, maar is zijn vrouw hier al, zeg maar, naar de kloten of wat? Ik heb zijn sigaretten gejat! Haha! Nee, maar even kijken. Want die gun die was ook helemaal verbogen, hè? Die rifle. Hallo? Oh, dat is waarschijnlijk de kluiscombinatie. 1948. Lekker simpel, simpele man. He's a simple guy. Oké, hij gaat nu waarschijnlijk tegen zijn vrouw zeggen van... Chidiot, je hebt best wel puntige tieten, maar ik ga nu jagen buiten... Oh, dat is geen mannenstem. Chidiot, oh fuck, de puntige tieten zijn weg. Laat maar, sorry, Jesus. Oké. Ja, ik zie echt niks behalve de handafdrukken. Hallo? It seemed like secrecy was commonplace in this house. Wat is zij nou? Dit is de vrouw, toch? Wat pakt ze? Oh, ze verstopt nog iets. Yo, dit is vet. Ik vind het echt leuk. De laatste detective game die ik leuk vond en gespeeld heb, was Murder Soul Suspect, maar die is al wat ouder. The vision's veil was lifted, wow. He was back to reality.
Snap back to reality. Oh, the ghost gravity. Oh, she's so mad that she won't have it. She knows. Boop yourself with the boob, come on, but you won't. You never ever let it go, go, go. You only have one shot. Do not miss your chance to blow, because opportunity comes once in a lifetime. Ew. Okay, no, dan ben ik ook een Eminem vibe. Dit is dus het dagboek van Giselle. Giselle. Van een kutname. September. Mother. Mother once told me when I first met Chiles that I hadn't picked the brightest bulb of the lot. Chiles was niet zo slim, man. And as the years fly by, I'm seeing the truth of her words. Always trust your mother's wisdom. Nope. Sorry, mom. Hij probeert mensen te blackmailen, te chanteren of iets. Of hij was er deel van. En hij schreeuwt veel en hij denkt dat hij meer is, maar hij is eigenlijk maar een klein hondje. Oké. Nuttig. Dus de vrouw was niet helemaal tevreden over de man. Jee, plumber. Oké, dan kan ik lekker scheid in de boel ontstoppen. Lekker. Die deuren zijn wel vreemd in dit spel. Maar laten wij even dit nare vrouwtje achterlaten. Ik kan ook geen vuur starten. Oh. Wat kom ik nu nog tekort? Een firestarter, denk ik. Misschien ligt er nog wel hier in het laadje. Ja hoor, volgens mij is dat er één. Ja, got him. Ah, wel maar één. Ik weet niet hoe zuinig ik daarmee moet zijn, zeg maar. Ik heb er al best veel gebruikt. Maar ja, we moeten sowieso saven, maar... ja, fuck it. Laten we dat nu maar doen. Wordt het meteen wat warmer. Hier kan zij lekker ontdooien, zodat ik tegen me kan praten met de puntige tietjes. Hierachter. Hallo? Oh. Wacht eens even. Carl had seen that kind of safe before. Echt? Its double layered security system blending letters and numbers. Its code couldn't be broken by the common burglar. I know. Want je stond niet alleen een nummer op. Je hebt ook Bertrand Lachance. Dus misschien is het wel BL. Staat er een L op? Kut, er staat geen L op, of wel? Fuck. Ik zou het niet weten. Oh, biefstuk. Lekker hoor. Hij heeft toch gewoon een sigaret in de koelkast? Like, what the fuck? Oké, okay, and forever. I often look at the safe he keeps hidden in the fake wall in which he stores all these incriminating documents he intends to use and just can't come to grips. Change. Kan ik er iets aan veranderen? Kan ik het omdraaien? Ah, er staat veel meer in. Oh, wacht, twee pagina's. September en oktober. Only prominent Julius himself tends to forget the combination. Here's a trick to help him remember his father's first initial, followed by three numbers I had to engrave behind his pendant. Dus de eerste... Kijk, oh, wij zijn zo'n spoor aan het opzoeken. Dus de eerste initial, dat is de B. En dan drie van dat nummer, dat was 739. Dus dan doen we B. Oké. Okay. Nou. 7. 3. Ik dacht dat 739 was. Yeah, we got him. Oké, okay, kijk. Slimme mensen. Jezus. William Hamilton is een crook. Oké, okay, hij chanteert iedereen. Dus William Hamilton, mijn opdrachtgever, chanteert iedereen. Hij koopt ook alles op. Het staat hier verder niet, volgens mij. En hij koopt government officials om. Oeh. Hij is ook een moordenaar. Hij is niet alleen een crook, maar ook een moordenaar. I do not believe in his remorse. I firmly believe he will pay for his crime. And a native. I do not believe in native magic, but I do believe in their vengeance. En dat is een andere ingeschreven. Oké, okay, dus er staat hier eigenlijk van. Hij wordt gestraft, die Hamilton. Nou, hij is nu dood, dus. Nice job. En. Hij gelooft niet in native magic, maar hij gelooft wel in de wraak van native magic. Native magic kun je denken aan indianen, guru shit, zoals zeg maar wolven die mensen bevriezen. I don't know. Slechts een suggestie. Oké, okay, en er zit ook een foto bij. Dat is denk ik een deal met iemand. Die hoed heb ik al eerder gezien. Oké. Okay. Maar die foto kreeg ik nog nergens te zien. Was dat het? Wat nu? Oh, top kijk. Nice. Een magneet. Oké. Okay. Moeten we daar nog iets mee doen, denken jullie? Ik heb geen idee.
Ah, we kunnen natuurlijk nog kijken waar dit naartoe gaat, want zij is hierdoor iets gezien. Ja, waarschijnlijk naar de General Store, maar dan laat ik mijn auto wel achter. Ik denk dat ik al een man dadelijk hier gewoon tegenkom, eerlijk gezegd. Oh ja, kijk, hier is die man doodgegaan. Oeh, dit spel helpt je echt niet. Oh, hallo. Now I see. Kan ik daarmee interacten of? Nah. Oké, okay, maar ik heb in ieder geval een magneetje gevonden. That's it. Dat is wel handig. Ah, hier staat iets. Iets over een dokter. Oké. Okay. Laten we even kijken op de kaart of we iets hebben. Van een doktersadresje. Want blijkbaar is hij daar geweest. We zijn nu daar. Daar woont Bidar. Daar woont Roy. Maar daar hebben we nog nooit van gehoord. De dokter is daar. Dus voorbij de General Store links de weg volgen over een brug heen. Voor de rest hebben we niks gezien over al die andere mensen. Oké, laten we richting de dokter gaan. Kijken of we daar wat aanwijzingen kunnen vinden. Want ik denk dat we hier wel klaar zijn. Tenminste, mijn hersenen kunnen nu niks verzinnen. Wow. Wow. Oké, ik word... Oh shit, ik heb 3 kogels. That's nice. Ze zijn in ieder geval allebei helemaal de pijp uit. Dus we gaan even naar de dokter zeggen dat ze dood zijn. En misschien kunnen die nog reanimeren. Of even een kacheltje aanzetten bij een koude, bevroren hart. Even keren, jongens. Alright, we moeten even hier langs. Yep. Oh, remmen gek. Kan ik hier doorheen? Ah, je kan niet door die struikjes heen. Fuck me. Ik heb een rijbewijs, ik zweer. Don't judge me. Komt nu de vraag, moet ik hier over dit bruggetje heen? Nee, ik moet hier echt linksaf al. Dit is de splitsing. De dokter is echt mijn enige aanwijzing nu. Ik zal wel random dingen kunnen zoeken, denk ik, maar nou. Kijk, als we een brug over zijn, moeten we links. Ik weet niet wat op dat bord stond, maar I don't give a shit. Oh mijn god, dat vertrouw ik niet. Oh, dit is echt een stomme keuze, of niet? No, it's okay. Oké, hier links is de dok. Meep. Hey, dokto. Wauw, die loading screens, waarom? De dokter Boopro. Hey, Boopro. Hey, dokter Boopro. Boopro. Hier ligt sowieso een sleutel onder. Dat is echt heel simpel. Ik neem eerst even de firewood mee. Kan ik die dragen allebei? Nee. Carl, je tas is het vol. S'il vous plaît, utilisez le autre porte. Dus dat is de voordeur, de andere deur. Ja, ik kan Frans. Scheiterig. Kan ik dat ding aanzetten of mee? Hey, ik heb een lantern. Nice. Hier zijn wel wolfafdrukken. Zie je dat? Die heb je al het vel geplunderd. Kan ik dit openen? Hey, een sleutel. Wauw. Wacht, waar moet ik onder de mat kijken? Oh, om te zien dat er geen sleutel is. Wat is dit? Medical emergency in town, a doctor there is sick. If he dies, I won't be returning, I have to replace him. Oké. Dat is vreemd, dus de dokter besluit er gewoon om niet. Maar ja, we kunnen naar binnen. In spite of Dr. Beaupré's goodwill, the place didn't look much like a physician's office. It could easily be mistaken for a sewing shop. Hallo? Is er een lamp? Ja, ik mis hier die fire starters. Oh, en dit is zijn vrouw. Hallo, Isabel. Oh. Sorry, ik bedoelde het niet zo, ik zweer. Oh, firestarter, mooi. Wel handig dat ze in elk huis liggen. Het is ook best logisch dat ze in elk huis liggen, eerlijk gezegd. Wired magnet. Oké, ik heb nu een draad en een magneet. Dus dan kan ik waarschijnlijk iets uit een put halen of zo. Of iets waar ik met mijn handen niet bij kan. Voor de rest ligt hier... Oh, wat is dat? Een ooglapje? For the one-eyed, or for other vision problems. Oké. The eye patch was the way to go. Daar iets nuttigs. Nee. Hey, jij hier dan. Maar ja, we hebben hier zijn medische documenten. Ik denk dat we daar de volgende tip ook moeten halen. Van Laura's file. Unknown woman. Oké. Okay. Never called her Laura. She had a neck wound. There was so much blood. Blah, blah. The bullet had done a lot. Oké, ze is neergeschoten. Hitting the cerebellum. Is dat de hersenstam? Ik weet het niet meer zeker. She had een hartaanval. Oké, en de mannen hebben haar zo gevonden. Dus iemand heeft haar neergeschoten. Oké, er werd hem gezegd van, hey, laat me niet weten dat ze dood is. Dus waarschijnlijk is ze gedood door iemand. Oh, ik heb er 2. Wat is dit dan? Rosaire Armand. No medical explanation whatsoever can explain. Why old reserves alive. Oh god, ik dacht, oh wow. Someone had lost a few liters of blood. Ja, maar dat is de ene die hier in de nek is geschoten. Carl's first thought had been a lumber accident. Someone's hand cut by a saw. Nee, dat is al duidelijk gemaakt. In any case, whoever had lost all this blood couldn't have gone far. Perhaps they were already dead. Lijkt me wel logisch, ja, dat ze al dood zijn. Het was, ja, die vrouw die moet hier wel hebben gelegen natuurlijk, waarvan we, die unknown woman, die onbekende vrouw. Maar die was overleden, stond er volgens mij. Misschien zit hier nog een boek. Er is geen bovenverdieping verder.
What you see is what you get, daar lijkt het op. Oh, hier is nog een certificaat. Dr. Bobre had done his medical studies quite far from here. Oh, hier ligt nog een duct tape. Duct tape. Trouwens, wij gaan dit samen oplossen. Als jij dingen weet, of als je aan dingen denkt, laat het ons sowieso weten in de comments. Ik probeer zo min mogelijk weg te knippen van het verhaal. Zodat we allemaal op mee kunnen denken. Want ik loop nu een beetje op de klippen qua hints. Ik heb alleen die twee dossiers van een onbekende vrouw, maar daar kom ik dus niet ver mee. Die in haar nek geschoten was, volgens mij. En dus een dude. Of Old Rosaire. Was het Rosaire? Cree woman. And what happened to her? Oh, het was een Cree. Dat was een Indiaan dan of zo, toch? Boopro. Boopro. Alles op zijn tijd. Hier missen wij iets. Ik denk dat Rosaire gewoon heel oud is. Oh, er zijn nog meer, er zijn nog meer. Shit, ik ben echt stom. There was no doubt that the doctor and Hamilton knew each other very well. Nou heb ik het niet gelezen. Oké, okay, Hamilton. Sylvie Bedard. All of her symptoms point to the same root cause. She's pregnant. Oké. Okay. Ze is zwanger. Lalalalalalalala. And a syphilis. Oh, fucking soas. Hamilton. Hardy. Ik weet niet wat Hardy is. Chronic foot pain. Oké. Okay. Kan niet ver lopen dus. Rijk. Oké. Okay. Wow. Oké, okay. Okay, dus we hebben Bedard gehad en we hebben Rosaire gehad. Ik denk dat we daar gewoon naartoe moeten. Maar ja, dat gaan we de volgende keer doen, want ik ben al zo mega lang bezig en ik moet dus nog Conan online zetten. Ik hoop dat jullie het tof vinden, alweer. Thanks voor het kijken. Laat jullie support achter in de vorm van een leuke, meedenkhelpende comment. Een blauwpie. En abonneer als je het niet gedaan hebt. Druk ook op dat... Man, YouTube, de jammer wat zoveel zeggen op het einde. Spitta! Ik ga trouwens sowieso nog even door, want ik vind deze game echt tof. Leuke survival game.